Voor de volgende zaak gaan we naar Bergen op Zoom, waar een bewoner van de Jasmijnstraat zijn auto in vlammen zag opgaan. Ik werd wakker van een brandlucht, ik ging naar beneden en keek naar buiten. Daar zag ik mijn auto in brand staan. Dat gebeurde hier, in de Jasmijnstraat in Bergen op Zoom. Een enorme explosie en een flinke brand. Die sloeg ook over naar andere huizen in de straat. En gelukkig heeft de brandweer erger weten te voorkomen. Want er hadden zomaar slachtoffers kunnen vallen. Op verschillende plekken in de buurt van de Jasmijnstraat hangen camera's. Die hebben haarfijn vastgelegd wat er in die nacht van 15 juli gebeurde. Het is ongeveer 4:15. De meeste mensen draaien zich nog eens om in bed. Het is stil op straat, geen mens te bekennen, tot ineens deze man verschijnt. Stilletjes loopt hij door de straat en niet met lege handen, want hij draagt iets bij zich. En hij weet ook waar hij moet zijn, bij een auto die in de Jasmijnstraat op de stoep geparkeerd staat. Hij rommelt wat bij de achterkant van de auto en ineens zijn er vlammen. De man gaat er als een haas vandoor, een andere camera pikt hem verderop op als hij door de straat sprint. Hij weet niet hoe snel hij weg moet komen. Ondertussen worden de vlammen groter en groter, de brand breidt zich langzaam maar zeker uit en dan een enorme knal. Ik raakte in paniek, probeerde nog te blussen met water, maar dat lukt niet. Buren hadden ondertussen 112 gebeld. Nu is het echt raak, de auto staat in lichterlaaien en de vlammen slaan ook over op de gevels van de huizen. Uiteindelijk weet de brandweer net op tijd te blussen, maar de schade is dan al erg groot. Ik deed de voordeur dicht en de ramen dicht en ben via de achterdeur naar buiten gegaan. Ik heb geen idee wie hierachter zou kunnen zitten. Dat is een hele belangrijke vraag in het onderzoek. De waarom-vraag. Waarom moest nou net deze auto in brand? De eigenaar van de auto heeft geen problemen. Dus informatie over een eventueel motief is heel erg belangrijk. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De auto is totaal los. Maar nog veel erger, er sliepen mensen in de huizen. Als de brandweer niet zo snel had geblust, had het nog veel erger kunnen zijn. We moeten de brandstichter dus vinden en daar hebben we uw hulp bij nodig. We hebben dus beelden en ook een signalement en misschien dat die combinatie iemand iets zegt. Het gaat waarschijnlijk om een man van ongeveer 1,75 meter tot 1,85 meter lang met een smal postuur. Hij droeg een trui of vest met een capuchon, daaronder een joggingsbroek en donkere schoenen met een witte rand. Uw hulp is echt onmisbaar in deze zaak. Als u iets denkt te weten, misschien over het waarom of over wie hierachter zit, meld dit dan aan ons. Help mee de dader te vinden die verantwoordelijk is voor de brandstichting in de Jasmijnstraat in Bergen op Zoom. Hij plaatste een brandbom onder een auto, waarna niet alleen de auto in vlammen opging, maar ook de gevels van de huizen vlam vatten. Het leek een hele doelgerichte actie. Waarom is de vraag? En wie zit hierachter? Geef je informatie door via de opsporingstiplijn op 0800 60 70. Anoniem kun je tippen bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.